We hebben het gehad over de toonladder van C. En ik doe me geen keertje voor. C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D, C. Nou is het zo, we hebben het over de kruisen gehad. Dus de kruis ging omhoog, kregen we een cis. Maar we kunnen dus ook naar beneden. En om dat even uit te leggen, begin ik eigenlijk niet bij het begin, maar ik begin eigenlijk bij het eind. Dus ik loop terug naar het begin. Dus C, B, hier zit niets tussen, dus dit kan ik ook niet verlagen. Maar nu komen we bij de B, en die kunnen we wel verlagen. En de B betekent eigenlijk dat we een mol gaan krijgen. Een molteken staat voor verlagen. En een molteken spreek je uit als een S. Een kruis spreek je uit als is. En een mol, verlagen, spreek je uit als S. Dat is 1 fret naar beneden. Dat is deze noot. Dus de B gaat naar de bes, waar de mol zit. Dan gaan we naar de A. De A kunnen we verlagen. Dan komt de mol erbij. Dat is de mol. En dan zet er ES achter ten opzichte van de A. Zet je dus AES. Klinkt heel raar. AES. Muzikanten onder elkaar noemen dit eigenlijk, dan laten ze de E weg. En dan spreken ze over de as. Maar wij doen nu even voor duidelijkheid, spreken wij even de AES. AES, AES. Dan gaan we naar de G. De G kunnen we verlagen. Dat is een ges. Dat is de mol. Dat zit hier. Eén naar beneden. Dat is een ges. Gaan we naar de F. F kunnen we niet verlagen. Dan gaan we naar de E. De E kunnen we wel verlagen. Dan krijg je ook een E met een ES erachter. Staat de ES. Nou, dat spreek je uit als S. Dan gaan we naar D. Die kunnen we verlagen. Dat zit dus hier. Met een mol, verlaagd. Een D met een ES erachter. Dat spreek je uit als des. En dan zijn we bij het begin. Ik loop even terug. Hier ben ik begonnen. C. B. B kun je verlagen. Bes. Dan gaan we naar de A. Dan gaan we naar de AES. Dan gaan we naar de G. Dan gaan we naar de Ges. Dan gaan we naar de F. F kun je niet verlagen. Dan ga je naar de E. Deze kun je verlagen. De E kun je verlagen. Dan wordt AES. Dat is een beetje raar. Dan krijg je een D. Die kun je verlagen. Dan wordt de Des. En dan kom je bij de C. En daar zijn we begonnen. Dat is ons startpunt. Even onthouden, dus niet alles kun je verlagen. En daar kom ik later op terug, dat je dat niet kon verlagen. Dat was met het kruis eigenlijk, kun je ook niet alles verhogen.